Ja, die staat aan. Dag guys, welkom terug op mijn kanaal. Vandaag is een kleine vlog. We gaan naar mijn huis kijken. En ja, ik kreeg de woensdag normaal mijn sleutel. Maar ik wil toch wel iets gaan checken, want ik heb ontdekt dat mijn achterdeur altijd open staat. En een paar weken geleden stond mijn verwarming aan en stond van alles en nog wat te draaien. En ik wil toch zeker zijn dat er niemand in mijn huis woont. En al gebruik maakt van mijn huis, terwijl ik er nog nooit in gewoond heb. Dus boe. Dus we gaan nog even checken of alles er goed is. Ik heb mijn camera op mijn dashboard geplakt. Dus ik hoop dat alles goed gaat en dat jullie mij zien. En ja, let's go! We gaan vertrekken. En hopelijk komt alles goed. Dus ja, als het beeld een beetje wiebelt, ja, dat komt gewoon omdat ja, ik heb dat vastgeplakt op mijn dashboard en ik weet niet of dat goed gaat gaan. Dus tot zo. En ik rij achteruit in plaats van vooruit. Bye bye, tot zo. Ik kan al altijd aanstaan, hè. Misschien valt het mee. Dus let's go, let's go, let's go. Oei. Ik hoop dat jullie niet zeeziek worden. Ik moet hier even uitkijken. Oh, ik ben hier. Ik kom van rechts. Zo, so, let's go. Als dit nog niet aan het opnemen is, dan zie ik jullie wel. Ja, ze biedt aan mijn huis zelf. Hè. En dan neem ik deze stukjes opnieuw op. Zullen wij wat muziek opzetten? Hè? Hoi. Mensen zijn depressief. Hallo, de merk. Ja, ik had zo'n eto moeten meedoen. Moet dit afgaan. En Nadden Addict. De WK veldrijden in Erpenmeren zit er helemaal op. Het podium is gekend. De derde plaats is voor Wout van Aert. Op de tweede plaats op het podium ja. Staat Tom Meeuwissen. Ik hoop dat je dag is goed geweest. Jullie week, jullie weekend. De man die gewonnen heeft op het WK veldrijden was in de kerstvakantie nog ziek. Jongens. Misschien was het wel ja, zijn redding, zijn wondermiddel. In 2003 was hij ook al kampioen. Klaas van Tornhout. Heel verrassend. Nee, het is al groen. Ik wil het graag. Veldrijden. Smit is terug rood. We zijn door het oranje gereden, ik hoop dat ik geen boete heb. Oh, en ik ben gisteren ook een flits geweest. Ik ga je wat zachter zetten, ik hoop dat jullie mij horen. Are you with me? Abonnees, are you with me? Wee! By the way, het is zondag vandaag. Als jullie deze video tof vinden op het einde, duimen omhoog. En ja, ik ga jullie op het criminele pad brengen, denk ik. Hè. By the way, dit is mijn radio die speelt. Ik weet niet of dat illegaal is op YouTube, dus ik hoop dat mijn video niet gaat afgekeurd worden. Alles goed, ik. Are you with me? I want to meet the Mexican sky. Dat is mijn tweede stem op dat liedje. Are you with me? Are you with me? Oei, moet je maar blijkbaar 30 rijden. Ik rijd te snel. Ik heb het gevoel dat we ermee naar het plafond zitten kijken dan ermee. Yes, het is groen. Move it, move it, move it.
Welkom op de Belgische wegen. Hommel. Ah ja, ik vroeg mij af of ik jullie nog een video moest maken over mijn voornemens voor 2015. Ik heb de vorige keer al een paar keer over gesproken. Maar ik heb niet echt lang over uitgebreid, omdat ik had heel veel moeite om die video's te maken. En mijn geheugen viel altijd maar uit. En uiteindelijk heb ik het één lange video van gemaakt, maar ik denk dat ik snel een video moet overmaken over mijn voornemens voor 2015, want er is toch veel, er gaat toch veel veranderen voor mij. Ik bedoel, mijn eerste huis, helemaal van mij alleen. Dat klinkt eigenlijk een beetje zielig. Ik hoop dat ik een vriendje vind om samen te wonen daar. Eentje die werk heeft. Geen werkloze. Oh. Nee, maar ja. Ik hoop dat alles goed gaat. Ik bedoel, kopen is één ding, afbetalen is nog iets anders, dus. Maar het is wel spannend. Ah ja, I'm so excited. Duimen omhoog voor mijn nieuw huis. Yay! Dat is wel één nadeel aan mijn auto, dat die altijd stilvalt als ik te lang stilsta. Dat is om energie te sparen en dat is heel goed voor het milieu en alles, maar dat lijkt precies of altijd dat je niet met een auto kunt rijden. Ik heb altijd zo'n gevoel dat de mensen zouden denken van, oh, ze daar. Die leert nog maar net met een auto rijden. Die valt alweer al stil voor het licht, voor het rood licht. En het is niet mijn fout, het is mijn auto. Zal ik hier alleen gaan? Nee. Maar ik haat mensen die niet versteken aan het voetpad. Ik had helemaal ver moeten rijden. Nee, dat zou ik niet mogen doen. Dat mag ik niet doen. Dus ja. Oh, weer al rood licht? Wat de hel? Voor een zondag gaat het toch niet echt vlot, vind ik persoonlijk. Ja, misschien moet ik meer vlogs maken eigenlijk, want soms weet ik eigenlijk zo niet direct iets te vertellen of een onderwerp om een video te maken. En eigenlijk een vlog is gewoon je volgen met hetgeen dat je allemaal doet overdag. En moet ik niet echt zo zitten zoeken achter een onderwerp. Ik vraag me af of jullie dat het tof zouden vinden om zo af en toe een vlog te zien. Ja, er zoveel spannende dingen gebeuren. We gaan naar winkels moeten gaan, meubelzaken, keukenzaken. Ik bedoel, allemaal saaie dingen. En ik weet ook niet echt dat je er daarmee bezig bent. De meesten zullen nog aan het studeren zijn. Of in het middelbaar zitten, dus goh. Ah, en merci voor al mijn nieuwe abonnees. Ik heb er nu 11. Yay! Oh, we moeten over een bubbel. Oké, dat is niet goed voor mijn auto. Ik hoop echt dat ik aan het opnemen ben. Ik heb zo'n gevoel dat ik aan het opnemen ben en dat ik hier gewoon tegen mijn eigen zit te praten. We zijn er bijna. Dus ik moet ook niet te veel bij voorstellen. Ik bedoel, het is geen villa of zo, hè? Het is een klein huisje, hè? Allee. Ik bedoel maar, ik wil niet te veel met mijn huis. Het is wel een mooi huisje, maar het is een klein huisje. Je kent dat wel. Bijna, we gaan ze moeten afslaan naar ons huisje. En je ziet mij waarschijnlijk niet, want mijn camera staat kei hoog. En ik zie waarschijnlijk de plafond aan het opnemen. Wat de hel.
zender. Ergens in te parkeren. Oei, er staan er kei veel auto's. Ik ga me. Oeh. Er brandt hier licht in sommige huizen. Ze zijn hier nog aan het werken of zo. I don't know. Ik ga me hier zetten. Zo. En de shakos meepakken. En ik ga jullie meepakken natuurlijk. Ik ga jullie wel niet te veel van de straat en zo laten zien. Want ik wil niet dat je er later komt inbreken of zo. Of dat dat via het internet verspreid wordt. En dat er ingebroken wordt bij mij. Ik heb niet voorzichtig genoeg zijn, zeggen ze altijd. Allee, ik hoop dat het open is. Hè, want ik brand licht bij mijn buurvrouw. Oei, en nu is dat licht uit. Heb je al een sleutel gekregen of zo? Oh ja. Zullen er toch geen mensen aan het werken zijn of zo? Of zullen ze dat vergeten zijn dat er nog licht brandt? Dat kan ook. Oeh, het is koud buiten, mensen. Het is hier redelijk stil, ik zie toch geen kamionetten, dus ik denk niet dat ze nog aan het werken zijn. Mijn buurvrouw, haar dingen brandt en alles. Haar licht brandt, dat was bij mij ook, het licht stond aan. Ah, mijn licht staat aan. Mijn elektriciteit staat sowieso aan, dat zie ik nu. Oh, Jesus. Ik hoop echt dat er geen mensen binnen zitten, hè. Oh, dit is echt een modderpoel. Ze hebben niet duidelijk met de auto gereden. Oeh, ik ga terug. Ik ga terug langs achter zoals ik de vorige keer heb gedaan. Dan staat dat meestal open. Ik zie, ons hekken voor onze tuin is nog niet gezet. Oh. Volgens mij is het niet strafbaar, want ik heb het gekocht. Ik heb de papieren nog wel niet bij, dus ik kan dat niet direct bewijzen. Maar ik heb dat huis gekocht, dus eigenlijk kunnen ze me toch niet voor straffen. Hè. En erbij de zondag, die politieagenten. Die gaan nou niet rondrijden hier, pees ik. Oh my god. De vorige keer was deze deur open bij mij. Ah, hij staat terug open. Dus welkom in mijn huisje. En alles brandt hier weer al. Mijn verwarming staat aan. Mijn lichten staan aan. Ik weet echt niet wat ik moet doen. Zal ik dat moeten aangeven of zo? Of zijn ze dat hier aan het uitdrogen? Of wat is de reden dat dat hier weer aan staat? Ik weet echt niet wat ik ervan moet denken. We gaan nou terug afzetten allemaal of niet? Hier ziet mijn ecosysteem gedoe staat hier aan. Ik weet echt niet wat ik ervan moet denken. Ik bedoel, dit is in ieder geval de berging. De berging. Ik zal eens gewoon eens ronddraaien. Oei, sta je wel niet echt op focus. Mijn beeld is niet zo goed.
Ah, maar mijn camera is aangedampt. Zo. Het beeld gaat niet goed zijn, want het is hier super warm binnen. En mijn camera was aangedampt. Dus hier komen we in de keuken. Dus ik ga nog eens ronddraaien. De berging, hier is de keuken. Hier komen we naar buiten uit. Ik ga eens even wat kussen, ja. Mijn living. Mijn skylight van boven. Ja, we zijn hier binnen in mijn living en alles staat hier te branden en ik weet god niet wat ik moet doen. Moet ik dat hier nog maar afzetten, ja of niet? Bij mijn buurvrouw brandt ook alles. Hebben ze dat nou expres gedaan of niet? We komen hier binnen in de gang. Achter mij is mijn voordeur. Eens kijken of mijn wc er al stond. Vorige keer had ik maar een halve wc. Hier is een lichtbrand hier waarschijnlijk. Eens zien. Ja, mijn wc. Ik hoop dat ik het zie. Lavabo, wc. Het is hier wel volledig gemokt. Dat was de vorige keer wel niet. Vorige keer was... was mijn helft van mijn wc afgebroken. Maar ik zie bij mijn overburen dat onder bel ook aan staat. Dus waarschijnlijk staat bij iedereen de verwarming aan. Dus we gaan nu naar boven. De trappen omhoog. Ah, mijn leuningen staan er. Ik weet niet hoe ik dat zie. Het is echt niet echt gefocust. Ik weet niet wat ik moet doen om dat hier beter te zetten, maar het is compleet aangedampt en alles. Slaapkamer nummer 1. Nummer 2. Ik weet niet of je er veel gaat van kunnen uitmaken, maar misschien ga ik het uitknippen. Want het is niet echt duidelijk. Slaapkamer nummer 3, ze moeten hier nog een trap zetten. Naar de zolder. Dit wordt denk ik mijn slaapkamer. Ik ben hem aan het twijfelen. Wat is dit hier allemaal? Ik heb precies gaten moeten boren. Ah, ze hebben de beneden afgewerkt, dat is ook wel goed. Dat was vorige keer nog niet. Ja, en hier is de badkamer. Gisteren weer iets veranderd is. De wc staat hier aan. Ah, er staat water in de wc. Dus... oh, ik was dat niet gebruikt hebben. Stel je voor. Waarom staat mijn bril omhoog en waarom staat hier water in? Heeft iemand dat al gebruikt of zo? Of was dat voor ze testen? Ik hoop het. Dat staat hier compleet op 5. Wat is de reden in godsnaam? Oh, mijn kraan is van mijn bad staat hier klaar. Dat is wel goed. Dus al de leidingen zijn aangesloten. Mijn lavabo's. Ik weet niet, moet ik dat terug gaan afzetten, ja of nee? Moet ik eens gaan kijken bij de rest? Of dat daar misschien iets open staat en dat daar misschien alles aan staat. En moet ik het zo laten, ja of nee? Is dat nou normaal? Zijn er bewoners in mijn huis misschien die dat hier aan zetten? Of... ik kan